Die waren vol bakken, hier kon niks meer. En je kunt, dit was agrarisch en daar konden we al een beetje in gebruik vatten, maar niet echt super. En toen hebben we gedacht, nou, dan moet het toch maar gebeuren, en dan hadden we hier weg. We hebben natuurlijk een berg van prachtig afgelopen gekregen. De snelweg, de start, de snelweg ook binnen anderhalve minuut, zit ook de snelweg. En ja, het is ja. Met Theo en Karen Kluitmans, u wel bekend natuurlijk, de voormalig eigenaar van deze grond. En daar is het eigenlijk helemaal is het bij begonnen. Vervolgens kwam ik in contact met André Engelsen en Johan van der Brand van de gemeente, beleidsmedewerker, wethouder, u waarschijnlijk ook wel bekend. Ook niet onvernoemd wil ik laten Jos en Dirk van der Hurk, die ook vrij van het begin af aan al bij dit project betrokken zijn. Die hoeven verder geen introductie bij u, die kent u als het goed is allemaal. Nou, wij ook. En dan als laatste, die kent u niet, en die ziet u waarschijnlijk ook niet meer, Peter en John. Dan zegt u, wie zijn nou Peter en John? Dat is Peter de Bond en John Trommelen. Nou, weet u het nog niet? Dat zijn de architecten van dit plan. Die hebben we vandaag ook uitgenodigd, omdat zonder een architect, zonder een gemeente, zonder een grondeigenaar, maar ook zonder een makelaar, wij eigenlijk niks zijn als ontwikkelaar. Wij hebben ideeën, wij kunnen het bedenken, maar zonder die mensen komt dit niet van de grond. Dus met andere woorden, deze mensen bedankt. Nou, waarom noem ik die bij naam, deze mensen? Omdat het voor ons, wat ik al zei, speciale mensen zijn, maar ook omdat we vasthoudende mensen zijn. Zo'n project, wat ik al zei, komt niet vanzelf van de grond. 2010 was, zoals u wel weet, een crisisjaar. 2011 ook, 2012 ook. En om in zo'n crisistijd een project als dit te ontwikkelen, daar heb je mensen voor nodig die je kan vertrouwen. Die jou vertrouwen, maar omgekeerd ook. En in dit kader speelt zeker dat, hoe had ik het benoemd? Even kijken, ik had er een mooie zin van gemaakt. Vertrouwen in elkaar is samen iets bereiken. Nou, dat vond ik nou een mooi om vandaag eens aan u mee te geven. En wat verder nog speciaal in dit project is, Theo, Karin, is koffie drinken. Koffie drinken, blijven praten. Koffie drinken, heel veel koffie drinken. Nou, een project is pas geslaagd als het ook verkocht wordt. Nou, daar hebben dan Jos en Dirk voor gezorgd. In precies een jaar tijd hebben we alle 45 woningen verkocht. Nou, dat is vanaf 2008 mei niet meer gelukt bij een project. Dus het is het eerste project na de crisis, zeg maar, waar dat gelukt is. Ik ben blij voor jullie, ik ben blij voor onszelf ook. Want anders hadden we met woningen blijven zitten en jullie met lege buren. Dat gebeurt dus niet. We gaan hier een mooie plan van maken, zoals u ziet. Nog even een punt van orde dan. Dadelijk de wethouder de handeling. Dan staat het u vrij om uw woning te betreden. We hebben een paar spelregels voor u bedacht, want het is wel een bouwplaats. En een bouwplaats vraagt soms om ongelukken als je niet oplet. Dus we willen geen mensen op de steiger zien. Hoe verleidelijk het voor u ook is, vandaag geen mensen op de steiger. Als uw woning geen binnentrap heeft, dan is het beperkt tot de begane grond. Heeft uw woning wel een binnentrap, dan kunt u uiteraard wel naar boven. En het laatste punt moest ik van onze uitvoerder meegeven. De meneer wil graag, is vanochtend vroeg begonnen en die wil graag om 6 uur naar huis. Dus om 6 uur gaat het hek dicht en als u dan niet het terrein hebt verlaten, dan wordt het koud hier, denk ik.
Dus dat wilde ik u even mededelen. Bedankt voor uw aandacht. Ik geef nu het woord aan de wethouder. Ja. Dank u wel. Ja, dankjewel Marcel Hogendorp. Ik wil ook graag een woordje spreken namens de gemeente en misschien ook namens ook wel diverse andere partijen. Marcel keek een paar keer achterom. Ik denk dat ik dat ook moet doen, hè? Meneer en mevrouw Kluitmans en eigenlijk de familie. En Marcel begon over 2010, dus het verleden. En hier is toch een hele bijzondere plek. En ik weet niet of dat mensen uit de buurt zijn die zich nog kunnen herinneren. Of is dat alweer te lang geleden dat hier 's morgens om 4:30, 4:30 zo de eerste vrachtwagens al warm stonden te draaien om de lange weg op te gaan. En dakpannen en weet ik wat allemaal te vervoeren. Dus het was hier een bijzonder gebied met een bepaalde geschiedenis vanuit het bedrijf. En iedereen zegt in deze tijd, ja, zo'n bedrijf hoort hier niet te liggen. Maar vele jaren is hier dat bedrijf geweest. En dus is die geschiedenis denk ik voor de familie Kluitmans, maar voor anderen toch wel een heel bijzonder. Dus ik snap ook bepaalde gevoelens als je hier bent. Ik weet trouwens niet of er hier gasten nu bij zijn, toekomstige bewoners, want eigenlijk gaat het om jullie. En ik kan me helemaal voorstellen dat je nou komt om zo snel mogelijk toch echt in het huis te gaan kijken. Want zoals Marcel zei, van er zijn regels. In deze tijd kun je gewoon tijdens de bouw niet meer regelmatig binnenlopen, wat vroeger best wel makkelijk kon. Er zijn zoveel regels en wetjes en verplichtingen enzovoort, dat gewoon link is. Het is gewoon hartstikke leuk om direct je eigen woning alvast te kunnen zien. En bij sommigen is dat al een stuk verder dan bij anderen, maar je ziet toch al wel hoe dat deze wijk ontstaat. En dat brengt me ook bij een klein andere geschiedenis dan van de gemeente uit. In 2004... zei de gemeente Haren van, wij hebben een structuurvisie en daar staat in waar dat er gebouwd mag worden, waar het groen is, waar straten zijn enzovoort, maar dan een beetje globaal. En op deze plek werd er in die structuurvisie geschreven van, hier zouden eigenlijk best eens woningen kunnen komen, maar met een maximum van 29. En enkele jaren later zei de gemeenteraad van, wij gaan extra geld uitgeven, want die woningbouw dat schiet maar niet op in Haren en de totale gemeente Haren. Dus laten we nou maar eens zorgen dat er extra bestemmingsplannen komen, en dit werd ook weer genoemd, want dan zouden hier toch best 29 woningen kunnen komen. Nou, dan gaan we een aantal stappen verder en ja, ik ga niet de details van 2010, 11, 12, want het waren echte crisisjaren en dat hebben waarschijnlijk een aantal van u ook op allerlei manieren meegemaakt, ook zeker in het kader van de woningbouw. Toen ontstond er toch hier, het bedrijf was inmiddels naar Tilburg, of nee, Berglenschot. Je ziet het ook als je in Tilburg over de weg rijdt, dan zie je het daar ook een tangent. Dus dan moet er hier wel iets gebeuren. Ja, dan moet je niet de crisis tegen hebben en dan moet je ook nog heel die procedure met bestemmingsplannen. Maar misschien wel door de crisis en de tijd dat het wat langer duurde, kreeg je hier een fantastisch plan. En ik zeg fantastisch, maar dat zijn niet mijn woorden alleen. Van heel veel deskundigen, van de stedenbouwkundigen die ermee bezig is geweest, dat allerlei, de architect, maar ook anderen die zeggen van, als je ziet wat hier aan woningen, 45 woningen kan komen staan en de manier waarop dit plannetje opgezet is. En ook het verschil in woningen, hè, voor jongere mensen, voor oudere mensen, patio woningen. Dat is gewoon fantastisch. Daar hebben wij nu al heel veel positieve reacties op gekregen. Maar ja, dan moet het wel gerealiseerd worden. En dat gebeurt dus nu ook. En dat gerealiseerd worden, dan ben ik ook eerlijk, dat was een heel spannend moment ook voor de gemeente. Want het is natuurlijk leuk om nu heel trots te kunnen zeggen, maar kijk eens in Haren wat er allemaal gebouwd wordt. Ik vind het trouwens heel bijzonder, op deze tijd, precies op deze tijd, mogen de mensen die, de ouderen die in de Braken in Vught wonen en terugkomen naar Harestein, mogen in hun woning gaan kijken. Dus ik vind dat wel een heel bijzonder moment gekozen, hè, dat precies tegelijk gebeurt. Maar laten we eerlijk zijn, dan ligt er een prachtig plan. Steeds hebben wij die discussie met de provincie, van ja, jullie moeten niet zoveel bouwen, want die worden niet verkocht, die woningen. En je moet als gemeente Haren eigenlijk alleen maar voor je eigen inwoners bouwen. Ik ben heel eerlijk, volgens mij was het een donderdagavond en de verkoop startte in Café de Michel. Ik denk, ja, ik ga Marcel even een hand geven, want misschien staat hij daar helemaal alleen in een hoekje zich te vervelen en komt er niemand. Nou, dat weet ik trouwens ook, want u bent er waarschijnlijk ook geweest, of een groot aantal van u. Het was er stamp en stam vol. En er was niet eens tijd om even een praatje te maken. Ik heb nog even met Theo gesproken, die ook hartstikke enthousiast was en ook een andere keer nog eens aan mij vertelde van, deze mensen hebben allemaal geluk.
Want kijk eens, voor de, hè, er staan veel jonge mensen met kinderen straks. En ook heel leuk om al hier weer kinderen bij te zien. Hier vlakbij de school. Hè, en je hebt sportvelden, je hebt in het dorp heel veel. En ja, ik denk dat iedereen gewoon hartstikke blij was dat dit plan van 45 zo snel doorging. Want als je dat vergelijkt, dit is echt snel. En dit is een van de grootste in onze gemeente, 45 ineens. En een bijzonder element is ook, en dat was al vrij snel duidelijk, omdat er al heel snel heel veel woningen echt verkocht waren, dat het ook vooral, en daar zeurt de provincie, ik hoop trouwens dat er iemand van de provincie dat is die dat nou terugvertelt, maar de provincie zegt altijd, je moet voor de eigen inwoners bouwen. Nou, op een gegeven moment, ik denk dat er 40 woningen verkocht waren, waren er 30 voor Harense inwoners. En misschien sommigen die tijdelijk elders woonden, dus dat weet ik nog niet eens. Dus het is echt voor ons. Wij zijn er hartstikke blij mee, we zijn er hartstikke trots op, maar het gaat eigenlijk gewoon om de toekomst. Hè? Want het verleden, dat laten we. En als iemand nog eens zegt, van, ik wil nog eens weten wat er vroeger allemaal was, dan kom maar een keertje langs op de gemeente. Want bij al die rapporten die gemaakt worden, zit ook een rapport archeologisch onderzoek. Vroeger in de IJzertijd stonden hier al woonhuizen, boerderijen. Dus als iemand dat nog eens ooit wil weten, dan nu zeg ik van, het is hartstikke fijn om met z'n allen hier te zijn. En wat wil je nog meer dan prachtig weer? En lekker naar je woning kijken. Ja, en naar de toekomst. Het duurt natuurlijk nog wel even. Maar ik zou eigenlijk iedereen die hier nu al staat. Gewoon een hele fijne tijd. Straks als het huis klaar is. Hiertoe willen wensen in de tient. In ons mooie dorp Haren. Dank u. Goed, dan wil ik nu de wethouder uitnodigen tot het verrichten van de handeling. Alvorens. Nee, daarvoor wil ik eerst met jullie even een toast uitbrengen. We hebben dat gehad. Als het goed is, heeft iedereen een beetje een drankje gehad. Beter? Nee? Nou, ik lekker wel. Dan wens ik jullie op jullie gezondheid een mooie bouwperiode. Wat verder nog van belang is, dat willen jullie natuurlijk ook allemaal nog weten. Wanneer wordt het nou eindelijk eens opgeleverd? Ja, ja, hè? Ja. Een deel van de woningen wordt opgeleverd voor de bouwvakvakantie. Elk jaar. En de rest wordt opgeleverd na de bouwvakvakantie. Dus kerst 2016. Zit iedereen hier in zijn woning. De gedetailleerde planning komt er nog aan. Dus volgens de contracten krijgt u 6 weken van tevoren de uitnodiging. Maar dit wilde ik u toch alvast meegeven. Dan kunt u die planning alvast maken. Dank u wel, wethouder. We gaan op pad. Hier is het grootste kastje.
hier zit van de water als het boven was. En hier komt jouw andere kast. Ja, die komt best wel rond door je keuken. Ja. En wij dan hier de bak. Hier gaan we naar de tuin. Ja. Net hier hebben we hier ook net eens meer ruimte. Dat zal ons daar hebben. Nou ja, ik wilde daar inderdaad de tv, maar ik dacht misschien dat hier nog wel goed gemaakt. Dan is dat misschien net zo groot of best wel. Ja, dan zit je net te gek. Ja, dat was de trap. Ja, dat was de trap.